Yo, ik ben Rick. Welkom terug bij City Skylines. Oh man, oh man. Dus voordat we beginnen, ik zal je even meedelen dat maandag mijn verstandskiezen getrokken zijn. En ik ga er nog wel een keertje wat verder in detail over praten, waarschijnlijk volgende richting op Minecraft. Maar als ik dus niet zo goed articuleer, wat dus betekent normaal woorden uitspreken, dan excuses daarvoor. Mijn mond is ontzettend stijf. En het is niet fijn. Maar goed, ja, dat je dat gewoon even weet. Dat je me niet zo van, hey Rick, waarom praat je niet normaal? Of zo, weet je wel. Dat je het gewoon even weet. Maar goed, ja, kleine update qua dat. Is ontzettend slecht gegaan. Nee, is niet ontzettend slecht gegaan. Maandag getrokken. Het is een paar uur dicht geweest. Ik moest twee verstandskiezen laten trekken. Bij de twee verste kiezen in je mond. En dan boven, zeg maar. Die moest ik laten trekken. En ze zijn een paar uur dicht geweest. Toen was ik om 12 uur gaan slapen. Toen gingen ze weer open. Nou, mijn linker wondje kreeg ik dicht. Met de gaasje. Maar rechts niet. En ja, dat was niet fijn. Dus ik heb, zeg maar, sinds 12 uur 's nachts tot 12 uur in de middag heb ik bloed zitten happen. Geen grap, is echt waar. Dus ja, dat was geen fijne ervaring. Waarom is dit zo vreemd? Dat vraag ik me echt af. Nee, het zal wel. Ja, ik heb dus 12 uur lang bloed zitten happen, zeg maar. Ik heb wel een paar uur kunnen slapen, maar ja, het groeit niet echt op. Dus uiteindelijk is er om 12 uur nog een hechting in gegaan. Het duurde dus wat langer voordat het echt. Voordat ik het gevoel heb dat ik gewoon weer er normaal kan praten en zo, maar goed. Eind goed, al goed ongeveer. Dus ja, dat is fijn. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben vandaag, want wij hebben City Skylines. En ik heb de vorige keer om het een en ander gevraagd. Zoals. Een naam voor deze stad. En ik kreeg een suggestie van Aaron Rickerdam. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Wacht. Hoe doe je. Wat? Ik dacht. Huh? Oké, je kan dus niet daar je stad een andere naam geven. Nou. Oké, dat is een beetje jammer. Oh, hier. Rickerdam. Nou, hartstikke mooi. Ik vind het wel een leuke suggestie. Dus dankjewel daarvoor. En een nieuwe mod. Zoals je kan zien, Traffic Manager hebben wij nu. En met die kunnen wij dus bijvoorbeeld. Zoals je kan zien. Stoppenlichten de op en eraan zetten. Verschillende plekken wil het wel eens handig zijn als je die er weghaalt of niet. En hiermee kunnen we dat dus, zeg maar, controleren. Oké. Ja, dus nu kunnen we hier bijvoorbeeld de stoplichten weghalen en weet ik veel wat. En we kunnen nog het een en ander, geloof ik, doen. Wat is dit nou ook weer? Ik weet niet wat dit is. manual traffic lights. Priority signs. Man, oh man. Nou, ik moet eens even uitvogelen wat het is. Hey, brand! Wat leuk! Building is on fire. Even kijken hoor. Make sure all is well. Nee. Hier, make sure dat alles goed is. Dus zorg ervoor dat alles goed is. Helaas. Het is niet, want jij staat in de fik. Oké, ja. Even kijken hoor. Waar is onze brandweer? Nee, dit is politie. Brandweer. Hebben wij coverage hier? Nee, niet echt hè. Oh, wacht. Een ziekenhuis. Laat maar. Fire station. Nee, die hebben we niet. Oké. Misschien moeten we gaan sparen voor deze. Oké. Ja. En population. Hoeveel moesten we nou? Tot de volgende. 6500. Oké, daar zijn we bijna. High density, kijk. Incineration. Altijd handig. Ja, oké. Hoeveel zit die? 75% vol. Oké. Dat is goed om te weten. Laten we er wat het een en ander gaan bijbouwen. Gewoon bouwen. En dan. Oké, ja.
Dan kunnen we straks lekker die high density dingen gaan bouwen. Dat is echt gewoon super veel beter. Gaan we hem zo doen? Sure. Nog meer mensen. Hey, dit is echt vreemd. Ik snap het niet helemaal. Nou ja. Boeien. Oké, daar. En dan ga jij... Eens even kijken naar... Daar? Nee. Daar? Nee. Ja, dat past weer niet. Wat is dit voor gekte, jongens? Ja, het staat wel gewoon op een mooie symmetry. Nou oké, dan niet. Dan gaan we wel een mooie curve hier ook doen. Zo. En zo. Weet je, als we dan toch gek gaan doen, hè? Boom, boom. Ik wil jou hier zo hebben. Oh, nee, niet dit. Ja, oké. Hebben we water hier? Nee, we hebben geen water hier. Is goed dat ik het even checkte. Oh, oeps. De andere knop drukken. Kijk. Ik wil die 6500 mensen. We beginnen op te schieten. Oh, ik krijg een ideetje. Mooi wegje zo, oké. Ja, nee, we gaan deze recht doen. Zo. En dan eens even kijken of ze dit me laten doen. Waarschijnlijk niet. Ja, nee, dacht ik al. Dat is dan weer balen. Eens even kijken, als we dan eens dit proberen. Ja, sure. Boeien. Oké, dan gaan we dit hier zo vullen met residents. Want waarom niet? Oké. En kijk eens aan. Hartstikke mooi. Oké. Hoe zitten we qua mensen? Aardig. Dat is mooi. Oké. Dus even kijken, hebben we hier een basisschool? Nee. Dus nou, dan gaan we die even neerploppen. Laten we die... Daar doen. En de middelbare? Ja. We moeten gewoon mensen naartoe. Waarom waterprobleem? Oh shit. Budget! Hoger! 125%, oké. Okay. Oh ja, misschien moet ik er eentje bij gaan zetten. Qua beide. Oké. Okay. Hoe zitten we qua stroom? Moeten we niet eens iets anders gaan doen ofzo? Kijk, wat is dat? Hydro Power Plant. 5800, oké. Okay. Komt in de buurt. Ja, ik denk dat we bijna een normale powerplant erbij moeten gaan bouwen. Want dit schiet niet echt op. Hallo, niet zo zeiken jullie. En daar. Ik vind het echt heel vreemd. Why you do this? Voor mij is het namelijk net ietsje scheef. Naar mijn idee. Ja, dat kan je niet echt zien, hè? Wat is dat toch met dat water, jongens? Nog steeds niet genoeg. Oké, we gaan daar dingetje bij zetten. Oké, boom. En aansluiten. En dan gaan we dat hier ook doen. We hebben een nieuw gebouw. Laten we dat eens even checken, zo. Oh, wacht, hij is al aangesloten. Kijk eens aan. Oké. Politiegebouw. Het is niet echt dat we het nodig hebben. Maar goed, dan kunnen we het water wel even wat naar beneden zetten, want dat hebben we niet zoveel nodig. Toch? Nee, joh, prima. Wat ik wel wil... Oh, dat kunnen we nu doen. Helft, nee. Deze. Jij gaat weg. En jij gaat daarvoor in de plaats. Nieuw. Meteen al onderweg, joh. Oké, we zitten elkaar buslijnen. Oké, dat klonk lekker. Hoe zitten we qua bus? 500 mensen per week. Oké, dat is best goed. Laten we er een lijn bij gaan bouwen. Daar. Even kijken naar. Die nog daar doen. En daar. En daar. Services. Je kan je landwaarde zeg maar kan je verhogen. Door services bij te doen. Dus services zoals dit. Dus het is wel een goed idee om dit te doen denk ik. Zo. En dan gaan we er eentje de andere kant op doen.
Eens even kijken hoor. Daar. Ja. En dan daar. En dan daar. En dan daar. En dan daar. Jeetje. Het is moeilijk te vinden zo, joh. Nou, ah, maakt niet uit. Komt wel goed. En hier zo. En aansluiten. Kijk eens aan. Oké. Okay. Bus, ontzettend veel bussen komen hier dan uit, hoor. Nou, zeker als je budget heel erg hoog gaat staan. Oké, okay, wat even wat water aan het drinken. Om ervoor te zorgen dat ik mijn mond niet uitdroog. Is toch niet handig? Eens even kijken. Oké, okay, de stroom is een klein probleempje. Als we nou even met een district. Wat gaan we markeren? Als we nou eens dit hier zo gaan markeren. Zo. Zo. Volgens mij hebben we namelijk een manier om ervoor te zorgen dat. We kunnen zorgen dat mensen, zeg maar, minder stroom gebruiken. Dus als we die dan even gewoon toevoegen, zeg maar, aan het hele geval. Dan kan dat heel erg handig worden. Oké. Okay. Policies. Dus even kijken hoor. Educatieboost. Hebben we nog niet genoeg mensen voor. Power usage. Kijk eens. Maar dat gaat wat geld kosten. Dus we kijken of we daar echt bankrupt van gaan. Nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Nou, als het goed is, hebben we dan wat extra stroom. Ja. En. Eens even kijken hoor. Taxation, heavy traffic ban. Hmm. En weet je, als je dit soort dingen gaat doen. High-tech housing. Dan krijg je ook echt hele gemoderniseerde huizen. Dat ziet er echt heel vet uit. Dus dat gaan we zeker nog op doen. Zodra het komt, zeg maar. Hoe zitten we qua educatie? Is het vol? Oké, okay, dat is niet handig. Maakt niet uit, maakt niet uit. We gaan toch zo meteen switchen. Hoeveel zitten we al? Och, steeds niet genoeg, hè? Nou, dan gaan we nog maar bijbouwen, nietwaar? Ik had toch... Oké, okay. Nee, laat maar. Ik dacht dat ik hem gewoon op de normale had gezet, maar... En met de normale bedoel ik gewoon de normale rechte wegen, niet de gekromde. Wat? De kromme. Maar goed, boeien. Bouwen! En... Hier zo. Ja, dat lukt niet echt, hè. Oké, okay, dan doen we dat wel. Weet je, dat is ook gewoon prima. En hotza, hier mensen. En ik wil dan hier wat. Nee, laten we hier zo wat. Commercial doen. Oké. Okay. En moeten we dan hier niet wat leuks doen? Want ik bedoel, we hebben dit toch hier zo. Of gaan we dat zo doen? Ja. En dan zo. Kijk, dat kan nog leuk worden. Wordt dat leuk vast wel. Oké. Kijk, dan krijg je helemaal gekke huisjes en zo. Is toch vet? Ja, is vet. Hou je mond, is wel vet. Oké, okay, ik praat in mezelf. Beetje zielig. Maar goed, bomen! Overal bomen. En de dikke muisspam. Maar goed, dat maakt niet uit. Oké. Okay. Maar goed, ik krijg ook een reactie van, hey, als je nou gewoon een tunnel maakt vanaf hier of zo naar hier zo toe. Is een ideetje, maar het is toch al de bedoeling dat we dit hier zo later weg gaan halen. En misschien ergens opnieuw gaan doen, of we searchen gewoon volledig naar de office zone. Waarmee ik bedoel dat we alleen maar, ja, ik weet niet hoe zeg je dat? We hebben geen industrie meer, maar alleen maar mensen in kantoor, met kantoorbanen, zeg maar. Want zodra mensen hoger opgeleid zijn met scholing en zo, dan willen ze niet echt meer in fabrieken werken. Wat wel te doen is. Wat wel te begrijpen is, bedoel ik. Maar goed, hè. Even kijken hoor, we hebben ook nog niks hier. Even alle dingen checken.
10.000. Dit zijn unique buildings. Deze zijn ontzettend leuk als je ze vrij speelt. Maar goed, dan moet je ze wel vrij spelen. Average city is half on the track. Wow, dat moet je echt niet willen. Cemeteries full. Nee. One full life span. Wat is dit? Ik snap dit niet. Maar ja, het zal wel. 10.000 squares of residential zone. Oh, nou, daar komen we vanzelf al. Project Transport met 1000 wekelijkse passagiers. Daar gaan we ook op komen binnenkort. Garbage pile van 25. Oké, okay, dat willen we ook niet eigenlijk. Tax rate. Most 4%. Oké. Okay. Ik had natuurlijk met mijn vorige wereld heel veel van die gebouwen al vrijgespeeld. Maar. Ja, hier is de maar. Toen ging ik mijn Windows opnieuw installeren. En toen zijn al die dingen weggegaan. Wat een beetje een tegenvaller was. Mijn save game was ook weg. Wat, nou ja, eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Maar toch is het niet echt. Ja, is toch weer jammer, weet je wel. Ja, maar goed, het maakt het daar niet zoveel uit. Oké, is het district hier groot genoeg? Nee, dat is er niet. Ja, heel goed. Ga maar weer dood. Hotsa. Cozy Park. Echt, wat een naam, joh. Als we hier nou ook eens even boompjes in gaan doen. Zeg je, dit soort dingen zorgen er echt voor dat je stad er zoveel beter uitziet. Is geen grap. Geen fatu. En ik bedoel, dat is natuurlijk wel wat je wil, nietwaar? Een mooi uitziende stad. Wat? Ja. Oké, okay, vet. Gaan we hier zo nog een weg doen? Oh, ja, dat is wel een leuk ideetje. En dan wat we dan gaan doen. Waarom ging jij scheef? Gekkie. Zo, en dan gaan we naar beneden met page down. Zo, en dan doen we hier hetzelfde. En boom. Kijk eens aan. Zo, en dan gaan wij dit opvullen met residential, nee, commercial, residential, wow. Oh, dit staat scheef hier zo. Oké, dat is niet echt handig. Ja, het hele zorgje is gewoon scheef. Oké, dat is goed om te weten. Je hebt oh, ik weet nog een mod die we gaan installeren. Oh man, hoe noem je dit nou? Een soort van brush. Om snel bomen te plaatsen. Want ik bedoel, we zijn hier nou de hele tijd aan het spam klikken om ervoor te zorgen dat deze bomen hier komen. Maar dat kan natuurlijk sneller. Dus daar is die mod eigenlijk voor. Dus ik denk dat ik die ook even ga installeren. Want dit wordt een beetje gek. Beetje gek. Beetje te gek. Ja. Oké. Okay. Zitten we aan mensen? Oh, we zijn er bijna. Kom op. Landfills. Oh nee. No more room. Dan moeten we een nieuwe bouwen. Wat een drama, jongens. Eigenlijk had ik gehoopt dat we bij deze tijd de incineration plant hadden vrijgespeeld. Want deze landfills, die gooit gewoon op een hoop, zeg maar, alle afval. Maar de incineration plants, die verbranden het. En daar krijg je dan stroom uit. Dus ik bedoel, dat is natuurlijk een stuk handiger. Maar ja, blijkbaar kan dat dus niet. Nog niet. Daar heb je dus zoveel mensen voor nodig. Dus even kijken hoor. Wealthy customers. Rijkere mensen. Rijkere klanten eigenlijk. Oké, hoe zitten we elkaar openbaar voor 600? Netjes. Hallo meneer Busman. Nul. Oei. Nul mensen. Even kijken hoor, hoe is onze scholing? Hoe is onze scholing? High school was het vol. Wisten we al. En deze? Ah, dat is prima. Oh, Hier niet echt bereiken. Als we deze nou dan eens even een beetje verplaatsen hier naartoe of zo. Klinkt als een heel mooi plan. Zo. En hoe zit dat nu? En is hij boven 400. Nou, dat is beter. Het is wel apart dat je meer mensen in de middelbare
hebt. Hier, 1100, bijna 1200. En hier maar 450. Zou toch zeggen dat er meer kinderen zijn, maar goed. Dat, dat weet ik dan weer niet, hoor. Vooral omdat je natuurlijk als basisschool doe je 8 jaar. En middelbare doe je maar 4. Of 5, of 6. Ja, maar het is natuurlijk wel Amerikaans, hè? Oh, nee. Nee, niet Amerikaans. Nou ja, het zal wel. Het is anders. Het is niet Nederlands, dus het zal wel anders zijn. Kom op, mensen. Ga eens wonen hier. Hartstikke mooie plek naast de snelweg. Ja, oké. Okay. te begrijpen dat je misschien niet daar wil wonen. Maar goed, onze rotonde houdt het best goed vol. Ben ik blij mee. Bouw nu... Koop nieuw land. Nee. Gaan we niet doen. Is dat hier zo? Oké. Dus nou eens even dit doen. Hotsa. Weg met jullie. En dan boompjes hier zo. Nou ja. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het echt knap van mezelf dat ik 20 minuten had kunnen praten zonder... dat mijn bek pijn doet. Maar ja, in ieder geval, nogmaals bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En laat suggesties achter voor de volgende keer. En dan zie ik je de volgende keer ook gewoon weer terug. Toch? Ja.